Goed zo. Jazz is geen muziek. Jazz is een manier van spelen. Wat zeg je? Ja, ook nog. Als ik soms Barenboim Sonate 14 hoor spelen voor piano, een Mondschein Sonate, ja, dat is voor mij jazz. Als je Michael Brecker, God hebben zijn ziel, Vader Jacob laat doen, is het jazz, denk ik. Technische perfectie is zinloos. Technische perfectie boeit me niet. Dat is dat noem ik altijd een poedel die kunstjes heeft geleerd. Maar kun je dan nog muziek maken? Er is een kippenvel, een goosebumps, zeggen die Amerikanen, aspect. Wat voor de leek bepaalt of het goede muziek is. Het landschap, dat is voor mij heel speciaal. En ik heb door het Limburgse landschap gelopen met een hele hoop Amerikanen. Naar Epe, naar Sleenaken, weet je wel, naar al die mooie plekjes die Limburg rijk is. Die zeiden allemaal hetzelfde. Er hangt een of andere, en we zijn allemaal eigenlijk heel erg nuchtere jazzmuzici. Maar er hangt een of andere sfeer, noem het maar een sfeer, die op muzici heel veel indruk. Brubeck bijvoorbeeld is stapelgek op Maastricht. Iedere keer als we hem tegen, als we hem ontmoeten, heeft hij het weer over Maastricht. Die heeft één keer in Maastricht op het Vrijthof gespeeld, zei hij. Dat vergeet ik nooit. Daar hing een power in die stad. Een of andere energie waar de mensen geen controle over hebben. Die zelfs de meeste Limburgers misschien helemaal niet meer waarnemen. Er is iets in dat Limburgse landschap dat heel oud is en heel krachtig. En dat schijnbaar goed is voor muzici. Die komen hier graag. Ik heb vanaf de eerste dag in Boston iedere keer heimwee. Het is heel dubbel. Voor de muziek daar, maar voor de kwaliteit van het leven hier. Nou gaan we dus gewoon op en neer. Dus we hebben nou een plek daar en een plek hier. Dan heb ik het zo opgelost. En internet maakt het natuurlijk veel prettiger dat je kunt gaan zitten waar je wil. Ja, ik doe workshops in Mexico via Skype. Weet je, dus daar hoef ik de deur niet uit. Als jij maar zorgt dat je blijft produceren.